Ja, ik heb hem voorgedragen omdat hij voor mij echt een van de beste voorbeelden is binnen het mbo als het gaat om het uitdragen van datgene wat je met ICT in het onderwijs kunt doen. Wat Ashwin gelukt is, is heel veel tools die op de plank liggen die studenten thuis of in hun vrije tijd gebruiken, toepassen binnen het onderwijs. Hij gebruikt ze juist zo mooi dat zijn studenten denken van hé, maar dit vind ik leuk, dit snap ik, dit kan ik en dit ben ik ook gewend om te doen. Ook heel veel collega's en collega's in Den Landen heeft hij mee te weten krijgen met zijn natuurlijke benadering van wat doe ik met Facebook, wat doe ik met WhatsApp, wat heb ik daaraan binnen mijn lesgeven. Ik ben het meest trots op het feit dat in 2012 ben ik begonnen met het bij elkaar brengen van ICT en onderwijs. En nu in 2018 is het niet meer een hobby of een goed voorbeeld alleen, maar is het ook echt ingebed in het onderwijs. Binnen het Friesland College zijn wij afgelopen jaar gestart met een professionaliseringstraject voor collega's rondom digitale geletterdheid. En daar hebben we echt meters gemaakt met alle collega's in hun digitale geletterdheid. Dus dat is heel gaaf. En volgend jaar gaan we dat verbreden naar didactiek en ICT. De potentie van ICT in het onderwijs zit hem vooral, denk ik, op dit moment in het samenbrengen van praktijk en de school. En dat kan best dus virtuele praktijk zijn met de middel van VR of augmented reality of mixed reality. Om dat bij elkaar te brengen, zodat studenten dingen kunnen ervaren die ze anders niet snel kunnen ervaren. Mijn ambities op het gebied van het versterken van ICT zitten vooral niet zozeer in hoe gebruik ik het nou, maar hoe zet ik het effectief in zodat de student er beter door leert of er meer van leert of het leuker heeft op school. En dat medewerkers het ook plezieriger vinden om te werken in het onderwijs, want het kan ze heel veel opleveren. Door de manier waarop hij dingen vertelt en uitlegt en doet, bijvoorbeeld via zijn filmpjes, via zijn screencast, heeft hij anderen echt letterlijk over de streep getrokken om het ook te gaan doen. De impact van mijn acties binnen het Friesland College zijn dat we nu een heel team van mediacoaches hebben die collega's actief helpen in het gebruik van ICT voor zichzelf en ook voor het onderwijs. En dat is iets waar we heel trots op zijn en flink op investeren. Wat ik elke docent en school of afdeling mee kan geven is ga gewoon beginnen en kijken hoe het werkt en hoe je het ervaart. En ga dan met elkaar weer kijken hoe je de volgende stap zet.